Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Quest for the Ender Dragon. En daar in de verte zien jullie Tim, dus ja. Hallo. Hallo. Ja, oh mijn god, die muur ziet er wel mooi uit van die cactus. Eens even zien. Hebben we de wood? Of nou, ik kap zelf wel even een boom of twee, want we hebben echt... Ik Ronald, je moet straks maar even mijn idee checken. Het is niet echt de meest handige manier, maar het is mooi. Ja, nee, oké, okay, maar eens even zien. Ik ga denk ik dan naar die Warp OP Cave toe, want misschien is daar nog wat boeiends te vinden dan. Ik wil uit. Zien. Wil je daar samen in, of... Daar kunnen we, als je nog heel even wacht, dan maak ik even wat slabs. Well, dan ga ik me even voorbereiden op die expeditie. Expeditie Robinson. Nee, toch niet dat kutprogramma, dat haat ik. We hebben wel torches nodig, dus we hebben wood nodig. Even kijken, dan maak ik nog wel even heel moeilijk met torches voor ons. Bam, zo. Tim, hier heb je een half stack torches. En dan maak ik jouw expeditiemeuk ook wel. Jouw iron sword had je nog niet gepakt. Dus, ik weet niet of je dat nog nodig hebt. Hoe staat het met het eten eigenlijk? Het is nog niet klaar. Ik heb wat bones. Nou, ik heb één bone, daar komen we niet ver mee. We hebben echt food nodig. Ja. Als die vorm nou sneller zou gaan. We kunnen ook gewoon een beetje op een expeditie gaan hier zo in de wijde wereld. Of wil je echt in het cave system gaan? Beter gaan we in het cave system, ja. Eigenlijk. Oké, okay, is goed. Ik moet maar zo even kijken naar het farm idee. Het is best wel leuk. Ik heb nog 4 beef. Oh, dan beter dan kook je dat eventjes. Ja, dit is gekookt. Oh. Oh, ik heb ook nog 7 melons. Oké, okay, ik heb hier nog melon. Ik kan dat beter eigenlijk even bewaren voor de farm. Uitbreiden, dus ik stop nee, even nee. Melons, doe gewoon meenemen. Oké. Okay. Ja, Enderman, kom maar. Jou hebben we echt heel hard nodig. Kom hier. Ik help wel even. Oh, hij is er niet meer. Fuck. Oh, daar. Ik zie hem achter je. Kijk uit, ik pak hem. Die hebben we echt enorm. Als jij omgedraaid blijft staan, blijf omgedraaid. Draai om, dan kan ik hem pakken. Ja, hij is nu heel erg op je. Oké, goed. Ik ga hem ook nog pakken, denk ik, want we hebben hem echt nodig. Kom hier. Zie jij dat beest? Ja, hier is hij. Haja, chop chop. Ik heb hem nog een keer extra gechopt. Ja, in het water. Heel goed, ga dood. Kom nou, je kut enderman. Ik pak hem. Oh, verdorie. Als jij nu omgedraaid blijft. Yes, hij is dood. Oh, geen enderpearl. Al dat werk voor helemaal niks. Oké, okay, Tim, weet je wat? Als jij nog even gaat farmen dan, dan ga ik nog eventjes op zoek naar... oh, hier is nog een koe. Goed zo. Dan ga ik nog even op zoek naar... Hé, poephoofd de eerste is gegroeid. Goed zo. Maar we hebben beter even wat meer nodig totdat er 2 koeien over zijn. Dan dan gaan we maar ik gewoon... Ik heb nog extra weer 3 beef gekregen, maar ik ga nog wel even lopen hier kijken of we nog wat eten kunnen vinden dan. Ja. Dat is misschien wel handy. Yep. Maar ik heb ook nog geen kip of zo gezien, hè? De hele kiep. Schaapjes wel. Alleen schapen hebben we niet nodig, want dan kun je helemaal niks meer. Ik vind dat schapen eten moeten droppen, echt. Dat vind ik zo erg. Shawarma vlees. Dan een lamsbout of zo, weet ik het. En ze moeten kalkoenen toevoegen in de game. Toch? Koe. Is dit lava hier? Zo ja, dan is het super handig voor een nether. Ja, er is hier gewoon lava. Wow. Een ocean. Geweldig. Is het het begin van plains? Okay. Oh shit, gek. Het is er. Ik heb een ravine gevonden. Nice. Dus dan moet je straks maar even alle meuk regelen. Misschien kan ik ook nog regelen dat de koeien wat nieuwe baby's maken of zo. I don't know. Ja, ik heb alleen geen bones meer. Oh ja, wacht maar. Ik heb hier heel veel koeien, Tim. Heel veel. Loots. Oh, wauw. Ik heb nog 10 bones. Is goed. Er zit ook nog bone in de chest, als ik me goed herinner. Maar wil je zometeen in deze ravine hier gaan kijken? Want ik zag wel heel veel loot beneden op de grond. Kunnen we gaan doen. Kom straks aan. Ik ga even wat de farm wat versnellen. Ja, is goed. Ik ben gewoon nog koeien aan het slachten hier en daar, dus... Oh, er zijn hier echt heel veel. Ik zit dan in Extreme Hills. Maar ik wil graag ook kip hebben, want dan kunnen we uiteindelijk pumpkin pie maken. Ronald is verslaafd aan pumpkin pie.
Ja, tuurlijk. Dat is het logo van Shit Games 23. Ja. En cake, ik wil ook nog een cake hebben. Die wil ik op zo'n tafel zetten, zo een heilige cake. Het lijkt me cooler met deze serie. Oh mijn god, er zijn echt te veel koeien. Het zou me echt cool lijken. Ik heb hier een stuk of 50 koeien. The fuck, man. Maar het zou me cool lijken als we een soort cake gaan maken van wol. Een reuscake. Wat? Eigenlijk moeten we daar niet te veel mee bezig zijn, maar als jij het wilt. Zouden we dat kunnen doen, dude? Ja. Echt, ik heb hier zoveel koeien. Echt, je hebt werkelijk geen idee. Ze zijn er echt. Oh, ik heb ook een kip. Ik heb ook kippen hier. Heel veel kipjes. Alleen kippen hebben niet zo heel veel aan. Hoewel, misschien leggen ze eieren. Ja, dat doen ze sowieso. En het is redelijk ver bij ons huis om helemaal terug te geloven met die kippen. Ja, het zou toch een keer moeten, maar heb ik seeds bij me? Nee. Ik kan proberen om die kippen in huis te nemen. Ik heb 6 seeds. Nee, ik heb hier wel gras, dus dat is niet zo'n probleem. Maar zal ik dan proberen naar huis te lopen met 2 van die kippen uiteindelijk? Ja. Ik heb nu meer dan een halve stack met beef. Chefs in seed donut movies. Je moet straks even in kijken. Nee, dat kan niet. Ik ben op, man. Boom. Wat? Oh, wacht. Kan dat? Nee, oh, ik wacht. Ben op. Ah, shit. Dat kan niet. Ik heb ook Jungle Bio hier. Dus dat is ook nice. Echt niet normaal, Tim. Ik heb bijna een stick met beef. Zorg maar de Melon Farm even laten en dat een andere keer. Een andere. Laat die Melon Farm gewoon maar zo. Melons hebben we echt heel hard nodig. Maar ik denk dat we vandaag niet naartoe komen om met de caves te gaan. Want vandaag kunnen we ook kipjes krijgen. Dus dat is echt belangrijk. Want dan kunnen we eieren en verders voor krijgen. Voor pijlen. En holy shit, hoeveel koeien zijn dit nog, Tim? Jezus, gewoon al de slachter of zo. Ik weet niet hoe ik dit ga noemen. De butcher. Weet je wat ik ook kan doen? Ik kan gewoon een aparte melon farm. Holy shit, het zijn echt te veel kinderen, te veel koeien hier. Holy shit. Je kunt ook een melon farm gewoon aan ons huis maken. Ja. Daar is ze. Ronald, ja. Poephoofd de derde. Nee toch? Jawel. We hebben die koeien eigenlijk niet meer nodig. Ik heb nu meer dan een stack zometeen met beef. Ik denk dat ik straks thuis kom met 2 stacks met beef. Zoveel koeien zijn hier. Oh, nou, maar we hebben ladder nodig. Ladder heb ik ook bijna een stack van. Nice. Misschien moet je dan maar even een enchantment table gaan zoeken. Gaan zoeken? Ja, maar we hebben nog lang niet genoeg levels daarvoor, hè? Voor pickaxe en alles. We hebben nog geen levels ervoor. Nee, en we moeten ook altijd, we moeten vanaf nu ook op zoek gaan naar, hoe noemen we dat? Weet je wat? Endermans. Ik heb een heel goed idee. Nou, zeg. Ik heb echt een heel goed idee. Brand maar los. Zal ik een mobgrinder gaan maken? Mobgrinder? Wat in de lucht, in de lucht zo bedoel je? Nee, ik bedoel echt met mob spawners, dus dat echt het kapot snel gaat. Ja, oké, okay, maar zullen we dat dan doen bij een zombie? Want daar kunnen we wortels en zo over krijgen. En skeleton, want dan hebben we arrows. Ja, skeleton hebben we nodig. Mobs kunnen we ook skeleton, wel. Arrows, het is skeleton, zombies of, ik kan een dubbele maken, maar dan moet ik even gaan, En hebben we dat eens nodig? Ja, dan ga ik denk ik even cheaten, weet je waarom? Nou. Het is heel erg vervelend om dat helemaal precies te doen met een echte mobspawner. Dat kan ik beter gewoon doen. Nee, niet cheaten. Alleen de mobspawner. Gewoon nee, echt niet. Alleen. Dat kan dat, echt nee. Niet. Nee, dat, nee, dat vinden ze echt niet erg. Gaan we niet, dat boeit me niet. Ik vind het wel erg en dan moet het legit gaan. Ja, maar dan moet ik even eerst een silk touch pickers krijgen. Anders kan ik het niet kapot nou, dat maken. Nou, dan enchanten wij dat toch. Dat kunnen wij allemaal doen, Tim. Zal ik het? Wacht. Maar we moeten dus heel veel op zoek gaan naar endermans. Want we hebben sowieso, even kijken, 9 enderpearls nodig. Oh nee, 12. Maar je weet nooit hoeveel enderpearls er zijn uiteindelijk. En we hebben er sowieso heel veel nodig, want we moeten het hele ding ook nog gaan vinden. Dus wat dat betreft. Even kijken, ik heb nu 1,5 stack met beef. And I'm still going hard. Even kijken, ik heb hier heel veel kipjes, dat is voor sure. Koeien, ja daar zocht ik naar. Ik ga, weet je wat ik ga doen? Ik ga voor obsidian zoeken. Maak even een diamond pickaxe. Ja, is goed. Maar mijn er alleen obsidian mee, want die dingen moeten we dan enchanten. Dus zorg gewoon dat je genoeg obsidian krijgt, oké? Even kijken, we hebben er 11 nodig voor het eco portal dan dus, denk ik, of niet? Ja. En wil je nog ender chest uiteindelijk, of? Dat zou wel handig zijn. Ender we chests. Moeten sowieso even een home set in deze wereld. Bij onze chest room als we dat hebben. We moeten er snel doorheen gaan. Zetten we een home bij een chest room. Zetten we een home in de end. En dan komen we dus terug teleporteren om onze spullen daar neer te zetten. Om echt even wat. Want je wilt niet in alles in één keer meenemen. En je wilt sowieso even een shelter daar.
In de end, ja natuurlijk. Maar je hebt er zoveel endermen, dus we hebben ook pumpkins nodig. Want waarom pumpkins? Oh ja, dan vallen ze niet aan. Ja, die endermen. Dus dat lijkt mij handig om te doen. Ja. 6 zombies, ik ga even slapen. Kijk, ik ga maar slapen. Ik heb nu echt zoveel meuk, echt. Je hebt geen idee. Ik ga zo meteen de desert nog even en kijken of ik een NPC verlies kan vinden. Hebben we wortels en dan zijn we set. Dan zijn we echt set. Want wortels kunnen we ook gebruiken voor night vision potions, hè? Dus... Ja, en potions of invisibility. Ja. En regeneration hebben we ook sowieso nodig. Ja, regeneration dat kreeg je volgens mij van... Volgens mij Glittering Melon. Ik weet niet zeggen. Ja, extra sugar cane meenemen. Ik maak ook even een chestplate, denk ik. Ja, doe maar. Van iron en niet van diamond. Ja, tuurlijk. Of zo, een beetje. Ik ga even kijken in de desert. Want stel nou dat we hier een NPC village vinden, dan kunnen we ook ruilen en alles. Want soms dan hebben ze ook hele. Ik ga naar de opcave. Ik ga naar de opcave. Ja, is goed. Heb je je home gezet in het huis? Nop. TP straks naar jou. Ja, is prima. Ik ga straks toch terug, dus. Ik ben nou even de desert ingegaan. Kijken of ik nog een village vind, want 9 van de 10 keer zit er altijd wel een village in desert, dus. Maar op dit punt denk ik niet. Ik heb wel een wel gevonden. Desert wel, en een... Heb je niet echt veel aan? Nee, ik vind dat ze daar een chest in moeten doen, echt serieus. 2 desert wells, the fuck, gast. In die desert waar wij wonen. Nee, ik heb een hele grote gevonden. Die zit er vlakbij in de buurt. Het is allemaal redelijk dicht in de buurt, dus wat dat betreft. Ik ben nou creepers! Even kijken. Creepers? Ja? Creepers gotta creep! Heb je die ook gezien? Wat? Nee, die ken ik gewoon. Nou, kom op. Find a village. Please. En anders kom ik straks terug met kip, dus wat dat betreft. Moet ik wel eens helemaal weer teruglopen naar die kip en alles, dus wat dat betreft. Even zien. Er zit gewoon een oase hier gespawnd, lol. Gras. Ik neem even wat kool mee. Sure. Ik heb nog 1,5 stuk met torches. Die waren ook nog voor jou bedoeld, maar ja. Oh, jungle bio. Die heb ik niet nodig. Er zitten torches in de ding waar ik ben. Tropisch jungle ding naar een desert, geweldig. Nou, ik ga teruglopen. Er is geen fluit hier. Als ik nou weer eens minimap had, dat zou handig zijn. Dan kun je een heel makkelijk een dungeon ontdekken. Klopt. Is dit dungeon hier? Tiger biome zit er ook naast, what the fuck. Oké, ik heb lava gevonden. Oh, goed. Plunder gewoon anders bekend met water overheen. GG. Och gedaan. Oh, goed zo. Moet je wel even uitkijken. Oh, een dikke lavapoel hier. Moet je wel even uitkijken dat je niet erin dondert, hè? Nee, dat gebeurt niet. Want meestal zitten er ook nog onder lava, dus ja. Nou, dat was een productief dingetje vandaag. Lekker veel eten. Ik heb minder een stack met letter. 1,5 stack met vreten. Dus wij zitten wel erg gebakken op dit punt. Village! Nice. Blacksmith erbij? Dat weet ik niet. Ja, blacksmith. Yes. Wow. Dat is echt nice. Dan ik wist het gewoon. Ik had zo'n gevoel van... Ik ga altijd in een desert. Ik weet gewoon dat er altijd ergens een village is. Dus het is altijd wel wat boeiend in een desert. Of het nou een spawner is. Of het nou een tempel is. Of het nou een village is. Dus de kans is heel groot dat we nou wortels hebben. En misschien nog wat extra loot. Dus even kijken. Dan ga ik er een wort bij. Varkens! Hier ook bij in de buurt. Ja, wortelen. Tim, ik heb ook wortelen. Ronald, ik heb nog meer diamonds gevonden. Nee toch? Ja, ze zaten gewoon in de ding. In de caves, in de mineshaft, gewoon op de grond. Dat is het makkelijkste diamonds vinden. Wauw, het is een groot village dit. Zo, carrots en potatoes. Nice. Carrots hebben ze echt... Oh kijk, nog een dingetje chest. Ik neem even de bookshelves mee uit de library. Ja, dat scheelt wel letter. Ik bedoel... Why not? Even oh kijk, een beest met een enchanted bow. Ik ga hier een warp zetten. Slash warp set. Shit, desert. shit. Weg hier. Zoek dekking. Nee, ik zit vast in een ding. Laat mij hieruit gaan.
Hoe doe je warp set? Is het gewoon set warp of warp set? Set warp. AMK? Ja. Oké. Okay. Desert dorp. Oké. GG. Even zien, oké, nou, dan gaan we die blacksmiths even bekijken. Wat ruilen jullie allemaal? Emeralds voor boeken. Oh, wol voor emeralds. Geralt emeralds voor leather pants, denk ik toch. Emeralds voor afleden steel. Allemaal meuk. Waar is de blacksmith? Wat ruil jij? Is dit? Nee, dit is de blacksmith niet. Ik word de blacksmith, die ruilt altijd hele goede loot. Even kijken, oké, dat zal wel. Zo, wat zit er in de chest? Het iron chest plate. 3 appels, 2 iron, 7 saplings en hier komt het 4 obsidian. Ik heb een enderman gevonden. Oké, okay, ik heb nog 4 obsidian erbij gevonden. En is het recht na een desert temple. Ik heb 2 enderpearls. Ja, ik heb een desert temple gevonden. Nice, kunnen we diamonds krijgen. Eventueel, ja. Ik heb echt die silk torch pickaxe nu nodig. Ik heb weer een mob spawner gevonden. Ja, echt? Zet er daar gewoon een warp bij, wat voor spawner is het? Spider. Spider hebben we gereed aan, gast. Ja, maar als je ook eenmaal als je hakt, is het een pick spawner. En daar heb je even een fix voor. Gebruik die fix dan. Want een fix hebben we echt nodig. Ik wacht even tot ik full health ben, want ik denk niet dat ik dat haal. Oh, gunpowder. Wacht, ik meen gewoon naar beneden. Zo, we moeten een pick eens weg doen. We moeten toch weer naar boven, dus. Zo, oké. Okay. Bones, goud en iron. Bones, goud, trouwens, zombie ik heb flash. Al drie, ik heb al drie bones en iron en meer meuk. Ik heb geen diamonds of emeralds gevonden. Dat is al sad face-achtig, hè? Ik heb weer 8 diamonds erbij. Wat? Ja, ik bedoel gewoon van die ene plek, hè. Wat? Dat is gewoon dezelfde. Blijf daar maar mee, ik meen het serieus. Dit is OP. Jo. Maar als je gewoon één keer diamonds vindt, kan je in één keer 8 vinden. En daar had ik gewoon het geluk mee. Ja, dat was wel zo moeilijk is dat niet. Oh god, jezus. Ik wil hieruit. Laat mij eruit. Hup. Oh, nee. Wat? Niks. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Nou, I am ouder heer. Ik ga naar de kipjes toe en dan ga ik de aflevering eindigen. Want we hebben niet echt varkens nodig, toch? Nee. Oké, okay, ik wil wel zeggen, want varkens... Oké, okay, ik ga naar... ga jij straks weer naar huis? Want ik ga naar de kipjes, naar daar eindig ik de aflevering en dan ga ik in de volgende aflevering met die kipjes naar huis. Dus ja, dat komt wel goed. Oh, het is nog vlak bij waar ik langs ben gelopen. Ik ben dus, zeg maar om die berg heen gegaan. Dus als het goed is, is daar zo meteen Extreme Hills. Ja, kijk, hier komt al bos. Dus dat is goed. Even kijken, hier staat Extreme Hills in de buurt, toch? Ik ben weer bijna bij huis. Dan maak ik een chopman table. Ga daar nog een speciale room voor maken. Wat heb je gevonden? Waarom, oh god? Nee, ik dacht even dat de ocean spannen. Het was ook zo. Alleen hier is weer Extreme Hills tussen. Oké. Oké dan. Ik ga een... Kijk, hier is letter van die koeien die ik heb afgeslacht. Hey, er staat hier een koe buiten. Hoe komt dat nou? Hoe kom jij hier, koe? Nou, we moeten denk ik de pers op het even uitbreiden, want ik heb zo meteen kipjes. Wat? Hoe kunnen... Er is een koe ontsnapt. Hoe kunnen... Als ze een kind maken, dan doen ze dat soms door het hek heen. Dus ja, vraag me niks. Die gaat dood. Je kan ook gewoon 1 kip meenemen. Ik kan er 1 meenemen, kan er meer meenemen. Wat zal ik doen? Wat jij wil. Ik zie er hier maar 1. Hoeveel ladder heb jij? 69. Nice. En ik heb nog 21 boeken. Binnen! Stomme koe. Welk is het? Ik weet niet welke. Kakhoofd, de eerste, de tweede of de derde? Ik weet niet welke het is. Ik denk de derde. Ik heb hem gedood. Oké, okay, ik heb 2 kipjes gevonden. Jongens. Ik ga het hier belaten. Ik ga nog even naar die kip toe. Kom maar, jongen. Kom maar, rekker van me. En dan gaan we naar huis zometeen. Ja. Yeah. Kom. Ik ga nog 1 ding doen. Kom. Oké, okay, goed. Jongens, ik ga het hier belaten voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dit zijn mijn 2 leuke kleine bodyshies op.
Vergeet alsjeblieft niet om een ton met groene duimpjes achter te laten voor deze awesome aflevering. Abonneer ook nog even voor meer Minecraft en de meuk dingen. Je kunt me ook even volgen op Twitter, @ShadowGames320. Dan weet je, wanneer er een nieuwe aflevering geüpload wordt. Het is gewoon grappig, want ik tweet random meuk. Zelfs geldt voor Tim, zijn Twitter is @SuperFunkyTim. En Tim, wil jij nog wat zeggen? Bedankt voor het kijken, laat een like achter en bladibladibla. Oké, en dan zien we jullie later, dus ja. Later mensen!